Zondag wordt het klassieke voorseizoen afgesloten met Luik-Bastenaken-Luik. Alejandro Valverde gaat op voor zijn 5e zegen, maar dan zal hij wel af moeten rekenen met Julian Alaphilippe, die hem in de Waalse Pijl al klopte. Maar niet alleen Alaphilippe is een concurrent van Valverde. Wat dachten jullie van Lotto Soudal, die met maar liefst 3 kopmannen aan de start gaan staan en zij zijn alle 3 in bloedvorm. De kopmannen zijn Tim Wellens, Jelle van Endert en Thies Benoot en wij gaan eens kijken of we mannenmoraal hebben. Jelle van Endert, jij bent de sterke man van Lotto Soudal na de Waalse Pijl eigenlijk, hè? Ik denk dat we toch wel met 3 zijn. Thies doet ook een grote inspanning om ons terug te brengen. En Tim mocht uiteindelijk ook 7 worden, ook heel goed is op de muur van Oei. Tim Wellens, afgelopen woensdag na de Waalse Pijl was je erg ontgoocheld. Waar kwam die ontgoocheling vandaan? Want zo'n slechte prestatie was het niet. Nee, inderdaad. Het probleem was dat ik die dag heel goede benen had en ik had er veel van verwacht. Een 7e plaats vond ik een beetje teleurstellend met de benen die ik had. Ik dacht dat het er beter zou zijn. Maar de muur van Hoei, die ligt niet en je komt terecht waar je verdient. Het moet wel heerlijk zijn om al zo vroeg in het seizoen Strade Bianche te winnen. Dan kun je voor de rest van het seizoen toch een beetje relaxter rijden. Voel je dat ook zo? Ja, ik voel me wel ontspannen. Het was ook mijn eerste profoverwinning, direct een mooie. Dus voor mij is het wel anders nu. Aanstaande zondag is een andere koers, Luik-Bastenaken-Luik, andere klimmetjes. Ligt die hier waarschijnlijk beter dan de Waalse Pijl? Wat denk je zelf? Ja, de mensen vragen mij welke wedstrijd is leukst van de Waalse Klassiekers. Maar dat is moeilijk te zeggen voor het recht een favoriet uit te halen. Natuurlijk, het is de laatste kans, het is de laatste wedstrijd. Dan zeg ik natuurlijk altijd dat die mij het beste ligt. Mijn hart ligt bij de Vlaamse koers. Sorry, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat ik deze koers niet graag rijd. Ik bedoel, deze koersen zijn bijna even belangrijk voor ons, voor mij. Ja, ik heb ook al het meeste gereden, dus ja, dan heb je wel het meeste ervaring. Maar allee, ik geloof ook in de kansen van Tim en Thies. Dus maar ik denk dat het alleen maar beter is dat we met 3 de finale zouden kunnen ingaan. Jullie hebben dan wellicht niet het grote topfavoriet in huis, dat zijn Valverde en Alaphilippe. Misschien wel een van de sterkste collectieven. Ja, ik denk dat zoals afgelopen wedstrijden was. En ik denk dat dat vaak het verhaal is bij ons. Het zijn misschien 2 renners die er eigenlijk bovenuit steken. Maar daarachter komen wij. Ik denk dat het verstandigste is als we met 3 kunnen starten met, als kopman zo gezegd. En dan dat we proberen in de finale ieder om beurt of ieder moet wel tactisch gezien slim zijn natuurlijk, maar dat we samen proberen de koers te winnen en niet individueel. Is het een fijn gevoel om te weten dat er meerdere mannen zijn die de wedstrijd kunnen winnen? Of had je liever gewoon absolute kopman geweest zondag? Nee, het is leuker van de druk te verdelen op 6 schouders. Dus als er maar iemand van de ploeg resultaat rijdt, is het goed. Ik denk dat we dat beste met 3 kunnen dragen, dat is iets gemakkelijker. Maar als je kijkt naar Thies Benoot en Jelle van Endert, wat zijn hun capaciteiten in een wedstrijd als dit? We kunnen natuurlijk super ver geraken. We zijn altijd bij renners die een grote motor hebben. En een wedstrijd zoals Luik-Bastenaken-Luik is dat zeker nodig. Tim is een doordrijver die nooit opgeeft. Thies heeft dat ook. Thies is nog jong. Dus ik denk dat hij zelf nog niet echt weet wat hij kan, dat niemand dat weet. Ik denk wat hij in Strade Bianche heeft gezien, wat al heel sterk was. Ik hoop dat de koers vroeg opengebroken wordt en dan moeten we proberen nooit in een defensieve situatie terecht te komen. En dan met mindere renners aan de klim naar ons bent, dan we wel wegrijden. Saint-Nicolas, aanval? In het ideaal scenario wel, maar zoals ik zojuist zei, als je daar kunt aanvallen, moet je eerst en vooral de benen hebben, want tegen dan is iedereen zo kapot en zo dood. Dus ik hoop gewoon de benen hebben om daar te kunnen aanvallen. Ja, ik denk dat het podium al heel moeilijk is in Luik. Ik hoop natuurlijk op de overwinning, maar als Belg moet je niet ambitieus zijn.